Hier zie je allemaal de druifjes van de welbekende Matthäus Rosé. Ik heb nooit geweten dat die hier vandaan komt, maar die druiven groeien dus in deze streek. Het zijn de bekende flessen, die platte flessen. Iedereen kent ze wel van vroeger. Nou, Ellen die koopt een paar kaartjes voor het paleis hier. Het Matthäus Paleis. Ah, even kijken, Casa de Matthäus. Casa. Leuk optrekje. Beste boom. ...1870. Ja, je moet je zien hoe oud die boom is. Ja. Spreek jij als volk maar eens toe. Nou, kan ik wel even zo. Ik ben toch alweer. Ik ga volk toeslaan. Oh ja. Net als tante Anne. Ja. Nou.
En mevrouw, voel je je alweer thuis? Oh, het is alsof ik weer thuis kom. Oh, dat is ook mooi. Het is ook allemaal buxus. En die buxus zie je, als je deze ziet, in Nederland was overal de buxusmot, maar deze moet toch al oud zijn? Ja. Om zo te groeien. Mm-hmm. Hier zijn we in Casa de Matthäus. Het is een paleis gelegen in de burgerlijke parochie van Matthäus, de gemeente Villarreal. Het paleis werd ontworpen door de architect Nicolau Nassoni in de 18e eeuw. Nou, dit is het zo'n beetje wat ik daarvan vind. Oké. Okay. Maar het ziet er van buiten heel mooi uit. En de tuinen zijn ook prachtig. En het weer is hartstikke mooi. Het is heel mooi weer. Parkeren hier is even zoeken. Ja, dat ligt niet meteen hiernaast. Maar dat hebben we ook weer gevonden. De entree om hier in de tuinen te kunnen en het paleis van buiten te bekijken was €19 voor 2 kaartjes. En wilde je ook nog binnen, maar dat is maar op bepaalde tijden een tour in het Engels, dan kostte het, €20 per kaartje. Dus wij hebben de tour gemist en wij genieten van de tuinen hier. Ja. Hè? Daar zit ze wel, bij de rozen. Het zijn weer van die landen waar ze allemaal van die kleine fikus hebben. Die hebben wij in de vensterbank staan, maar hier hebben ze die als bomen. Dan gaan we even een donker laantje in. Met de mobiel zie je meer dan dat je zo ziet. Dat zijn allemaal tuja's, denk ik. En dat is echt helemaal dicht gegroeid. Nou ja, dat is een beetje verkleurd, een beetje. Daar zien we iets meer kleur erin. Er staat nog een Maria beeldje bovenop. En dan loop je zo de druivenvelden in. Heb je weer een trekker gezien? Thank you.
Nou, had nou je boterhammetje maar meegenomen. Ja, nou, ik heb een beter idee. Wat dan? Hier aan de overkant heb ik een restaurantje gezien. Oh. Okay. Gaan we daar een hapje eten? Nou, dan trakteer ik. Oh, dat is goed. Ja? Ja, dat is goed. Is goed. Gaan we dat doen. We hebben hier ook nog een goudvis. Even kijken of die ook nog op de camera wil. Hier kun je de was nog wel even doen. Zal ik de camper even ophalen? Ja, want ik heb al een wasje. We hebben nog wel een wasje. Kijk. Ach ja, dat kun je hier ook schrobben. Ja, daarom zit er ook niet van in. Ja. Ik ga het ook zelf niet doen. Ja, als jij daar nou zo in gaat zitten, dan moet je schrobben. Oh, je wil hebben dat ik... Dat ik een badje neem nu even. Ja. Ja. Kijk, en hier moet je het weer uitspoelen. Insectenhotel. Ja, ook nog een insectenhotel. Zo, mevrouw. Ja, dat had je beloofd, hè? Die had ik beloofd, dus ik heb toch wel weer aardig gekookt. Je hebt wel lekker gekookt. Dus. Kunnen we vanavond zijn gemakkelijk. Ik ga eens even proeven. Er zit nog een ijzertje aan. Dwars door de bomen en toch tv. Dus we kunnen gewoon Nederland kijken vanmiddag. De hop. Nou, we zijn hier in Amarante. En daar hebben we een camping. Hebben we daar nu voor 2 dagen. En lekker rustig hebben we het nu zelf. Gisteren was dan een beetje lawaaiig van de Portugezen. En vanavond moet Portugal voetballen, dus dan zal het ook misschien nog wel wat onrustig zijn. Maar verder is het wel een goede camping. Of niet dan? Ja, het is wel drukker dan we gewend zijn op onze camperplekken.
Hè? Je hebt hier baby's en voetballende kinderen. En ja. Dat zijn we eigenlijk niet zo gewend. Nee, dat is een beetje nadelig. En dat is ook de reden waarom we eigenlijk nooit op campings komen. Nee. Maar ja, nu kwam het even zo uit. Ja. En hebben we het maar gedaan. Dus vanavond misschien bij de Portugezen naar het voetballen gaan kijken. We kijken eerst in de camper naar Nederland. En vanavond is Portugal. Misschien gaan we er even een kijkje nemen. Hè? Ja. Oké, okay. Heb je vlaggetjes bij je? Nee. Dat vind ik er nog. Een dingetje bij me, mijn juichkeepje. Oh, dat is nou jammer. Anders had jij hier... Als ja, ene... een uur vroeger, dus had je om 4 uur hier in Nederland met voetballen. Had jij met je juichkeepje zo ja. Op en neer gaan lopen. Ja. Oh, dat had ik moeten zien. Had ik een filmpje van je gemaakt. Ja.